Welkom allemaal bij een nieuwe video en welkom bij wat Forza Horizon 4. En vandaag gaan we een nieuwe investering doen. We gaan een gloednieuw bedrijfje kopen. En dit is een soort van bezorgdienst. Nou, dit bedrijf was afgelopen week toegevoegd door middel van de Festival Playlist. En ik had nog gekeken, alleen ik zag het niet in de game staan. En het bleek dat ik de update niet had gedownload. Terwijl hij dat normaal altijd automatisch doet. Dat was nou niet zo, dus ik snapte er niks van. En ik heb hem kunnen vinden. Ik heb de update gedownload en hij staat momenteel hierboven in de stad. En dat is dit bedrijfje, genaamd Express Delivery. Het zijn 9 verschillende chapters die we kunnen doen. Ik weet niet of er ook nog een speciale prijs is als je ze allemaal doet. Dat gaan we zien. We gaan ze sowieso niet allemaal vandaag doen, maar misschien in de loop van de tijd. Laat me even achter in de comments. Maar ja, we gaan dus dit bedrijfje kopen. Het zal waarschijnlijk $100.000 kosten. En we gaan het even heen rijden. En ik zie jullie bij onze nieuwe aanwinst. Het mooie bij dit soort bedrijven is trouwens ook, het kost je eenmalig $100.000. En vervolgens dan krijg je eigenlijk elke dag gewoon geld daarvan. Volgens mij is dit trouwens wel afhankelijk van hoeveel van die sterren je haalt. Hoe meer sterren je haalt, hoe meer je verdient. Dat weet ik niet zeker, don't quote me. Maar volgens mij is dat hoe dat werkt. Want ik krijg nou ook elke dag gewoon nog steeds echt een ton of zo gewoon in de game. Gewoon puur omdat ik al die bedrijven heb. Wat op zich wel nice is, je hoeft er verder niks meer voor te doen. En het betaalt zichzelf terug, dus dat is super nice. We zijn er alweer bijna, nog iets minder dan een kilometer. En dan zijn we bij Express Delivery. Is volgens mij iets van een pakket... Oh, Jesus Christ, dit is fucking druk hier. Pakketbezorgdienst of zo, ik weet niet precies. We gaan het zien. En ik gok dus dat het $100.000 gaat zijn. We zullen zien of ik gelijk heb. Ik hoop ook dat we pakketjes mogen bezorgen met deze auto. Of in ieder geval iets wat hierop lijkt. Want alleen maar rondkarren met een busje, dat zie ik niet zo zitten. Maar, here we go. Express delivery, it is. This is Billy's place. Billy. Doesn't look like much, I know. And he slightly oversold the whole fastest deliveries angle. $100,000. Real potential with you on board as a partner. You up for this? Sure, buddy. $100,000 is geen geld, joh. Er zijn dus 9 verschillende challenges. Deliver things quickly now. Hopelijk is er echt een soort van hoofdprijs als je ze allemaal compleet. Want nogmaals, ik weet het niet. Ik ga er vanuit van wel. Volgens mij is dat voorheen wel altijd geweest. Don't know. Ik vind de GMC-busjes echt verschrikkelijk, hè. Ik vind... Ik weet niet of ik de enige ben, maar ik vind de GMC-busjes echt van die, Hoe noem je dat ook weer? Van die child molester-busjes of zo. Serieus, ben ik de enige die dat vindt? Dit zijn echt van die pauper-busjes. Don't like them. Maar wij moeten ons pakketje gaan bezorgen in onder 1 minuut 30. Dan krijgen we 3 sterren. Nou, we gaan natuurlijk gewoon voor die 3 sterren. Hier liggen flinke banden onder. Ik geloof ook niet dat dit in standaard is. Er zit een rolkooi in. En ik heb eigenlijk niet geluisterd. Wat moeten wij bezorgen? Want ik zie niks achterin liggen. Je kan er achter naar binnen kijken. Er zit niks in. Zit deze überhaupt in de game trouwens? Oh, remmen. Ik kan me niet herinneren dat dit busje in de game zit. Want je hebt die 2 van die Ford busjes. Eentje die recent was geadd, daar heb ik nog een video van gemaakt. Dat is de Supervan 3 volgens mij. De Supervan 1 heb je en de 3. De 2 zit er niet in. Beetje raar, volgens mij. Maar dit ding kan ik me zo ook niet herinneren. Dan moet ik wel bekennen dat dit niet echt een voertuig is wat je ergens bij zal blijven. En wij gaan dit makkelijk halen. Dus kijk hoe goed we rijden, man. Hey. Oh god. Pas op. Oh, als ik daar achter de hek bleef hangen. Wait, nee, ik moet stoppen daar. Nee. Oh god. Oké, well, I fucked up. Kut. Nou, 2 sterren. Nice one. Ja, come on. Oké, die remmen zijn ook echt wel heel erg slecht. Dan moet ik eerlijk toegeven dat ik zelf niet remde. Maar de remmen zijn wel slecht. Oh, het is gewoon een test. Dat verklaart waarom die bak leeg was. Dat was de test. Ik hoorde 3 sterren te hebben. Maar dat fucked up. Krijg jij geld voor?
Gewoon voor de missies? Denk het niet, hè? Wel. Oh. Je krijgt hier ook gewoon geld voor. Alright. Het goede nieuws is, we zijn de test doorgekomen. Naast het feit dat ik letterlijk betaald heb voor deze toko. Dus, fijn. Wat zijn al deze mensen? Waarom zie ik dat twee exact dezelfde mensen? Dat ziet er heel raar uit. Oké. Next chapter. Ik ga sowieso zorgen dat ik al die chapters 3 sterren haal, maar misschien niet in video's, want om continu dezelfde dingen opnieuw te doen is niet zo boeiend. Hallo again. Now, remember I told you about this whole special instructions palaver? Well, we've got a special set of instructions on this next one. Box of ducks. Listen to this. Keep well ventilated, handle with extreme care, and don't worry if it quacks a bit. I'm gonna check our live animal policy. You just watch how you go. What? Kan ik dat zien? Ik had er iets van gehoord. Wacht even, ik, als het goed is, hoor het zo meteen. Je hoort inderdaad iets van eenden of zo, hoor je kwakken. Ik had er iets van gehoord dat er inderdaad een missie was waarbij je eenden vervoerde. Ik vind het wel jammer dat je er niet ziet zitten, man. Dat zou zo lachen zijn. Als ze allemaal achterin zaten. Kwak, kwak. Je kan ze horen, maar heel slecht. Ik hoorde volgens mij net iets. Die speedtraps werken nou trouwens niet. Dat is wel nice. Ik weet niet waarom. Maar, oké. Okay. We moeten nou wel onthouden dat we moeten remmen bij onze bestemming. Anders dan gaan we het niet redden. Oh, dat was ook de damage. Oh god, oh god. Pas op. Pakistani ducks. Epic. Heb ik überhaupt ergens tegen aangereden aangezien ik damage heb? Want ik kan me niet herinneren dat ik iets geraakt heb. We hebben nog 40 seconden over trouwens. Damn, this is easy. Nou, dat zei ik net ook, hè. En hoe is dat afgelopen? Alright, here we are. Rustig. Pakketje bezorgd. Kijk eens aan. Krijg ik een penalty voor die damage? Volgens mij niet, hè. Sowieso verdien je geld makkelijk terug. Dus als je deze dingen... Als je twijfelt om het te kopen, gewoon altijd kopen. Want je krijgt het gegarandeerd terug. Daar stond de GMC. Ik ga heel even kijken bij mijn eigen collectie of ik hem nou heb of niet. Want ik weet dus niet of hij nieuw is. Ik denk het wel. Ik heb inmiddels 696 auto's. Leuke collectie. Bijna niks dubbel. Ik verkoop vrouwen allemaal dubbels. Dus vandaar. We zijn op zoek naar GMC. Was dat? Oh, oh, ik heb hem wel. Dat is deze. Yes, een nieuw voertuig. Maar no. Er zit trouwens nou wel een McLaren Speedtail in. Ga ik binnenkort een video van maken. Ik heb hem alleen nog niet unlocked, dus ik kan het nou niet doen. Maar komt eraan, komt eraan. Even geduld hebben. Ben ik niet vergeten, ik weet het. Destination not found, what? And my Swedish mate Niels can't get enough of the stuff. So you're gonna deliver him some. Not so much of a rush this time, because it's already fermented. But you might want to take care not to hit anything. Dat mocht ik net ook niet. Ik mocht niks omrijden. Alright. Wat is onze volgende bezorging? Ik vind het echt jammer dat we niks zien zitten, man. Dat is zo'n gemiste kans. En ik hoop ook niet dat ik de hele tijd met een busje moet gaan rijden. Want ik zou eerlijk zijn, hij rijdt op zich best prima. Dit ding is niet standaard, dat kan ik je verzekeren. Maar ik speel deze game nou niet om pakketjes te bezorgen in een busje. Ook echt dat logo, jongen. Dat is... Zo skeer. Kan ik ergens in 3 kilometer zitten? Oh god. Hebben we nou niet exact dezelfde route als net met die ene? Dit is letterlijk dezelfde route. Wat? Ben ik nou eten aan het bezorgen? Ik heb wel geluk dat ik in ieder geval een helm op heb. Dan heb ik in ieder geval geen last van gekke virus of zo. Als ik mijn pakketjes bezorg. En net moeten we volgens mij daar zijn. Dat was waar we die eenden hebben afgeleverd. En ik weet ook niet waarom ik hier eigenlijk de weg volg. Want ik kan hier net zo goed gewoon gaan oproden. Stinkfish? Alright. Ik weet niet of ik nou gewoon zo goed ben of dat dit zo makkelijk is. Maar ik ben al gearriveerd. Was dit alles?
enjoy your sustramming, Niels, old mate. Nah, really, enjoy every bit of it. Sustramming, dat is eten dan, I guess, right? Maar... Oh, nou begint het? Right. So I got good news. Nou begint het pas. Bad news is my mate Niels moved house and gave us the wrong address. So last time we managed to deliver a big box of stinky fish to Mr. and Mrs. Arthur Didcot, who were understandably perplexed by the whole affair. But the good news is Niels' new place. Ik zou echt mijn telefoon in mijn hand hè. Hel hem op. Nice one. Nice one. Okay, we zijn op de verkeerde bestemming. Verkeerd bezorgd. 3 sterren, 1 minuut. Alright. Zal ik een off-roaden? Ik heb zoiets van ja. Gewoon doen. Maar ik moet wel oppassen dat ik natuurlijk geen schade oploop. Of maakt dat nou niet uit? Volgens mij maakt het nou niks uit. Dit is sowieso de kortste route. Of het de snelste is, daar gaan we nog ondervinden. 1 minuut is wel echt ontzettend weinig tijd trouwens. 1,5 kilometer in minder dan 1 minuut. Oh, de trein! Heb je de trein? Oh, ik weet niet wat ik aan het doen ben. Ik heb nog 20 seconden. Ik denk niet dat dit echt een ideaal auto is om mee te gaan offroaden. Maar het is in ieder geval de kortste route. Here we are. En we hebben nog 9 seconden over. I'll have to get Niels off the strumming and into some nice British delicacies, you know? Things everyone can enjoy. Ik denk dat het nou wel tijd is om te gaan upgraden naar een sneller busje. Als we sneller willen bezorgen, hebben we snellere auto's nodig, boys. Ik vraag me ook af of het allemaal dezelfde dingen zullen zijn. We krijgen steeds minder geld, what the fuck? We krijgen echt steeds minder. Maar ik vraag me af of je continu hetzelfde aan het doen bent. In principe wel, hè, want het is bezorgdienst. Dus je bezorgt iedere keer gewoon pakketjes, net zit. I guess. Ik ben wel blij dat we niet helemaal terug hoeven te rijden. Want we zijn weer terug bij Express Delivery. Klinkt ook echt wel heel erg slecht trouwens. Express Delivery. En mijn werknemers zijn nog steeds niet aan het werken. Die staan nog steeds in een pauze buiten een beetje te roken of zo. Next chapter. Verras me. Wederom dezelfde bus. Ik wil een andere bus. Well, glad you're here. You're an increasingly important part of my business plan. So, what have we got next in the special instructions box? Need out with delivery / demolition job. Demolition job. What? Hang on, I'll read the rest of the instructions. Park at the final destination. Okay, ik weet niet precies wat we doen. Obstacles, also no obstacles. Obstacles. Obstacles, no obstacles. Wait. Now I wonder what that means. Ik denk dat we dingen moeten omrijden. Oh, nou dat is. For fuck's sake. Well, you heard the customer. Smash him out of the way. What? Get to the. Oh nee, ja, come on, zeg. Dat is flauw. Come on. Er stond ik daarheen, moest ik stop netjes. De eerste keer toen remde. Oh shit. Toen remde ik niet, toen was het niet goed. Nou rem ik wel, is het weer niet goed. Het is altijd wat, hè? 1 minuut 20, oké. Okay. Dus we krijgen gewoon iedere keer een nieuwe checkpoint. Zodra dat we er zijn geweest ofzo. Is dat hoe dit werkt? Yep. 1 minuut 20, dat. Dat wordt close. 15 seconden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Woe! By the way, you might be pleased to know, through all that, you're actually delivering some plans. Hey. Sorry dat ik het zeg, maar what the fuck? Waarom staan daar stijgers op de weg? Waarom rij ik die omver? What is going on? Hoeveel van die missies hebben we inmiddels al gehad? En nog steeds diezelfde bus! Horizon UK wants a piece of express delivery. And Billy Stokes is just the man to give it to him. Ik heb er volgens mij al 5 gedaan. Of dit is de 5e. Ik heb er 4 gedaan. Dit is volgens mij de 5e inmiddels. Van de 9. Ik zit te twijfelen of ik ze allemaal wil doen. Ik denk het niet. Ik denk dat ik binnenkort er nog even eentje gooi en tijdens de video er tussendoor doe. I don't know. We zullen zien hoe het gaat. Ik hoop gewoon dat we zometeen nog even iets anders krijgen. Want er zijn wel een paar hele toffe voertuigen die je hiervoor kan gebruiken. Maar onder is de nieuwe bus die we recent hebben gehad. Die Ford Supervan. Dat zou perfect zijn voor dit.
Maar we gaan nog steeds met deze powerpopbus rond hier. In first person. Ik begin een beetje het idee te krijgen dat ik een of andere simulator game aan het spelen ben nou. En ik zie wederom dat wij binnen 4 minuten naar die bestemming moeten. Maar dat is niet de eindbestemming, want er staan geen sterren bij. Dus dit is... Ze houden ons wederom voor de gek, boys. Moeten wij naar het kasteel? Oh, dat kasteel is voor mij. Dus in principe ben ik nou... Oh, fuck. Ben ik nou pakketjes aan het bezorgen voor mezelf? Ik rij weer even in third, want ik kan dat echt niet in first. Ik heb dat nooit echt chill gevonden. Ik speelde vroeger altijd zo. Of hij, nee. Ah, dat kan ik hier niet. Motorkapcam, dat deed ik vroeger altijd. Bij Gran Turismo. Dat werkt op zich wel prima, maar first person... I don't like it. Het probleem is dat je gewoon vrijwel niks ziet en dat is zo irritant. En we moeten inderdaad naar het kasteel. Nou weet ik toevallig dat er een shortcut is. Dan weet ik niet of ik hier ook weer kan gaan... Ja, shortcut. Come on. Oh nee, ik ga die sprong niet halen. Nee. Ik rij wel... Godsamme, ik rij wel even om. Dit is niet heel erg slim. Dit zand is ook super zacht, dus ik slip tot het weg. Zo. Het heeft even langer geduurd, maar we zijn er. Ik heb zo'n vermoeden dat ik hier moet gaan offroaden. Heb ik gelijk? Excellent. Ik ben over de kop gegaan. Ik weet niet wat ik aan het bezorgen ben, maar er is niet heel veel van over. Offroad, ik zei het. Suspension. Sand. Waarom is het spel zo voorspelbaar? Just leave the stuff in the back, head down to the beach, and with all the Horizon punters watching, you're gonna mix them up a nice drink. Ik vind het wel echt super vet als ze continu van dit soort dingen uitbrengen. Maar die businesses, je kan wel wat beters verzinnen dan dit. Let's be real. Ladies and gentlemen, what will it be? Shaken or stirred? Ik moet 25.000 skill points halen. Dat is voor 1 ster. Maar we gaan natuurlijk voor 3 sterren. Ik weet niet hoe ik dat hier wil doen. Want het is hier allemaal een beetje... Oh, nevermind. Ik moet zeggen vlak, maar dat valt wel mee. Oké, het beste wat je kan doen is die multiplier. Daar moet je het van hebben. Continu die multiplier blijven feeden eigenlijk. Ik ben wel blij dat het in ieder geval geen standaard bus is. Stel je voor. Dat... Oh. Oh god. Oh nee. Pas op. Nee. Ah! Misschien is het zometeen bestanden dat ik heel even die punten ga banken. Dat ik in ieder geval niet alles kwijt ben dadelijk. Want het zou een beetje flauw zijn. Ik weet ook niet of ik hier eigenlijk gewoon de weg op mag. Sorry! Want in principe kan ik nou hier gewoon wegrijden. Dan hoef ik helemaal niet hier te blijven, right? Blijf even stilstaan. Kijken hoeveel punten we nou hebben. En als ik dadelijk over de kop ga, dan ben ik al mijn punten kwijt. Dat risico wil ik niet lopen. We hebben het al gehaald. We moesten 125.000 hebben voor 3 sterren. Nou, dat heb ik al gedaan. Nice one. Dan gaan we voor een nulletje extra. Dat gaat sowieso niet lukken, maar... Hey, ik kan het wel proberen. Ik zag een mooie ramp in ieder geval aan deze kant. Oh. Ik kom hier amper weg, dude. What the fuck. Nou, jee. Ik kan hier mooi even springen, maar... niet zo erg succesvol gebleken. Moet ik wel zeggen dat ik deze dingen altijd wel leuk vind, die stunt jumps. Of, pas op, die skill targets. Alright, we did it, boys. Dat was niet helemaal hoe ik het in gedachten had. Ik had best wel veel punten kunnen halen, in principe. Alleen, die ramp was niet zo'n goed succes. Duurde een beetje lang en ik heb er bijna geen punten voor gekregen. Oh, we hebben al een nieuw busje gekregen. Dat is die Ford Transit SSV. Volgens mij staat die Supervan 1. We kunnen even kijken als we nou nog 1 missie doen. Of we dan die bus krijgen. Of dat we weer nog met die pauperbus die we nou hebben verder moeten. Want dat is een gemiste kans, man. Oprecht een gemiste kans. Want je hebt dan sowieso deze bus. Dan heb je nog 2 van die Ford Transit bussen. Dan heb je ook nog die vrachtauto. Stel je voor als je daar een bak achter kon doen. Dat was sick geweest. Car delivery. Oh.
Come on, boys. Ik zit boordevol goede ideeën. Niemand vraagt mij alleen iets. Oh, never mind. Never mind. Ik hou stil. Dit is wat ik bedoelde. Dit is wat ik bedoelde. Ik heb een nieuwe outfit. What? Ik lijk wel een padvinder. Dit is alleen niet die nieuwe. Die wij laatst hadden. Die was echt insane. Dat ding was echt waanzinnig. Oh god, die geluid, joh. Wait, wat moeten we doen? Oh god, ik moet boven 100... 100... Fuck! Snel! Oh mijn god, nee, ik mis mijn afslag! Fuck! Ik moet boven de 113 km per uur blijven. Maar ik rijd nou al verkeerd. Fuck! Oh, ik mis mijn afslag ook nog. Shit! Snel! Ik wist niet wat er gaande was, oké? Don't judge me. Ik rijd op mijn eigen route. Ik ben ook bekend hier. Ik ben bekend. Ik weet de weg. Ik weet de weg. Denk ik. De snelste route, boys. Oh god. Nee, dit ding heeft geen grip. Yikes. Au, dat is een boom. Niks aan de hand. Oké, okay, dat ga ik niet redden. Ga niet redden. Ga niet redden. Ga niet redden. Nee! We gaan gewoon doen alsof dat net niet gebeurd is. Lijkt me een verstandig plan. Hij kwam een beetje onverwachts, oké? Okay? Ik wist niet wat ik moest doen. Dan is mijn grote let als dat ik 113 moet rijden. Oh, wat nog best lastig is bij dit ding. Vooral hier in de stad. Bij deze route. Ook rijdt deze auto alles behalve goed off-road. Dus daar moeten we rekening mee houden. We moeten niet gaan off-roaden. Maar hij is wel lekker snel. Sneller dan die we net hadden, tenminste. Ook al vond ik die andere wel echt pijn rijden. Die reed echt best lekker, hoor. De GMC. Ik vind het een verschrikkelijke bus. Maar reed zeker niet verkeerd. En ik heb nog maar een half minuut de tijd om, om op mijn bestemming te komen. Oh no. Zal ik hier gewoon links doorheen gaan? Ja, we gaan gewoon voor. Let's go! Wow! Oh no. 15 seconden. En here we are. Hatsenplats. Nog 7 seconden over. Nou hoef ik ook niet te remmen, by the way. Ik snap niet waarom ik de eerste keer moest remmen op die bestemming. Daarna heeft dat niet meer gehoeven. Dat had mij sowieso genaaid. Anders had ik 3 sterren gehaald bij de eerste. Nu heb ik er 2. Dus die moet ik nog een keer opnieuw doen. Maar ik denk dat wij het hier wel gaan beëindigen. Volgens mij zitten we nou op 7 van de 9. Die andere 2 ga ik binnenkort doen. Misschien zelfs wanneer wij met die McLaren aan de slag gaan. Dat ik even snel deze erachteraan doe of zo. Don't know. What the fuck rijdt hier allemaal rond ineens? What the fuck? Lijkt wel een of andere oldtimer bijeenkomst of zo. What the fuck? Maar ik ga nu voor jullie video beëindigen. Dus vond je het een leuke video? Laat sowieso een like achter. Abonneer of meer. Klik op de bel. En onthoud dat de volgende keer als je nog ergens iets bestelt, zorg sowieso dat je express delivery doet voor je snelste bezorging. Dus ja, houd daar rekening mee. En hopelijk tot de volgende keer. Houdoe!